Zo nodig ik de heer Schorts mij uit om als eerste te gaan spreken namens zijde van de Kamer. Maar niet nadat ik natuurlijk alle leden welkom heb geheten en ook de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Media. De heer Schorts. Dank, voorzitter. En dank ook aan de collega's voor de coulance. Voorzitter, er mag geen plaats zijn voor racisme, aanzetten tot haat of het uitlokken van het plegen van terroristische misdrijven op onze publieke omroep. En Ongehoord Nederland heeft herhaaldelijk laten zien hier lak aan te hebben, ondanks waarschuwing en een sanctie. En ik ben blij dat de bevoegde instanties hebben aangegeven hier nu opnieuw werk aan van te maken. En dat er opnieuw een onderzoek komt. En ik reken er echt op dat de staatssecretaris zal handelen als de bal bij haar komt te liggen, zodat er zo snel mogelijk een eind komt aan deze gevaarlijke omroep. Voorzitter, ik maak nog even mijn eerste introductie af. Toegezegd was een onderzoek door de NCTV naar de risico's van het uitzenden van de omvolkingstheorie voor de nationale veiligheid. En inmiddels is dat een kwart jaar geleden. En ik zou eigenlijk willen vragen wanneer we de resultaten van dat onderzoek kunnen verwachten. Dan is er een interruptie van de heer Bosma. Ja, voorzitter, ik schrik hier nou weer van wat nu weer allemaal gebazeld wordt. Het uitlokken van terroristische misdaden, als ik foutloos heb meegeschreven, zegt de heer Sjoerdsma. Klopt, citaat. Dat is nogal wat, hè? Het gaat dan blijkbaar om de term omvolking, waar heel veel linksliberale mensen nachtmerries van krijgen. Maar de heer Philip de Winter, die in dat programma heeft gezeten, die heeft gewoon uitgelegd, het is helemaal geen theorie. Het is gewoon wat je voor je ogen ziet. Als je naar sommige wijken gaat, zie je hoe geïslamiseerd ze zijn. Er woont geen Nederlander meer. Dat soort dingen zie je door heel Nederland, zie je door heel West-Europa. Het is geen theorie, het is gewoon wat een blind paard kan zien. Dat is toch iets heel anders dan een theorie. En het heeft toch niets te maken met het uitlokken van terroristische misdaden. Kom en uw vraag is, heer Bosma? De vraag was, kom nou toch. De heer Sjoerdsma. Voorzitter, ik denk dat ik even hier blijf staan. Maar ik zou dan de heer Bosma willen vragen hoe serieus hij de NCTV neemt. Want wat ik hier verkondigde was niet mijn mening. Wat ik hier verkondigde was wat de NCTV, de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding, heeft geantwoord op Kamervragen, niet alleen gesteld door mijn partij, maar door een overgrote meerderheid van partijen hier in de Tweede Kamer, waarin werd gewaarschuwd dat uitzendingen, zoals die inderdaad net door de heer Bosma zijn aangehaald, wel degelijk gevaarlijk zijn. Waarin werd gezegd dat deze omvolkingstheorie een inspiratiebron is geweest voor vele terroristen, of dat nu in Breivik in Noorwegen is geweest, of in Nieuw-Zeeland, Christchurch, verschrikkelijke aanslagen. Dus ik zou aan de heer Bosma willen vragen of hij die waarschuwing niet veel serieuzer zou moeten nemen en vooral niet zou moeten bagatelliseren. Dank u wel. Ik kijk heel even naar de heer Bosma of die behoefte heeft op te reageren. Want ik zou wel willen voorkomen in 2 minuten debat een heel debat weer opnieuw te openen. Ik zie dat dat niet aan de orde is. Dan kijk naar de heer Sjoerdsma om zijn betoog te vervolgen. Ja, dank voorzitter. Ik denk dat dat antwoord ook veel zegt. Ik ben de staatssecretaris voor de beantwoording van de vragen en de appreciatie van de moties. Dank u wel, voorzitter. Eerste vraag van de heer Sjoerdsma. Onderzoek NCTV. Ik probeer het ook wat compact hier allemaal te behandelen. Ik heb navraag gedaan bij NCTV en begrepen dat zij welwillend zijn tegenover het idee om dit in kaart te brengen. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de NCTV geen onderzoek doet naar personen en organisaties en dat NCTV ook geen onderzoek kan doen naar online bronnen. Ik ga als staatssecretaris van OCMW niet over NCTV. Dat wil ik ook even benadrukken hier. Wat ik aan de heer Sjoerdsma kan toezeggen is dat ik deze vragen doorgeleid naar mijn collega minister van Justitie en Veiligheid, die daar dan wellicht schriftelijk op terug kan komen. Dan voor het verder gaat, een interruptie van de heer Bosma. De NPO maakt sinds jaar en dag reclame voor de klimaatideologie. Dat is een complotideologie, een samensweringsideologie. En er zijn mensen die op grond daarvan allerlei acties doen die je bijvoorbeeld kan beschouwen als terroristisch. Is de staatssecretaris bereid om de NCTV te vragen wat de invloed is van de eenzijdige berichtgeving van de NPO in zaken het klimaat en de manier waarop dat bijdraagt aan activisme, secu-terrorisme op het gebied van het klimaat? De staatssecretaris. Voorzitter, ik heb geen vraag aan de NCTV gesteld zelf. Ik ga niet over de NCTV en ik stel ook voor dat ik het hierbij laat. Met betrekking tot NCTV.